Hallo, mijn naam is Eelco van Essen van wijnisol.eu. Vandaag neem ik u mee naar een van de wel beste wijnproducenten van Frankrijk. En wel in het gebied Languedoc-Roussillon in het zuiden van Frankrijk. En daar zit wijnhuis Labaume. Labaume die al 300 jaar op zijn hectares wijndruiven verbouwt en daar de meest mooie, bijzondere wijnen van maakt. Ze maken witte wijnen, rode wijnen, rosé. Ik wil u vandaag een bijzonder mooie rode wijn laten zien van de Syrah-druif. Deze is van 2010. Een heerlijke wijn en het is echt genieten van de sappige, rijpe pruimensmaak die u proeft, aardse tonen, viooltjes en peper. En iedereen die de Syrah-druif kent, wordt meteen verliefd op deze wijn. Het is echt heel bijzonder. Als u de Syrah nog niet kent uit Frankrijk, dan zou ik zeggen, dan is dit uw kans om daar een heel mooi exemplaar van te proberen. De wijnen van Labaume, van de Syrah, hebben in de afgelopen jaren verschillende malen internationale erkenning gekregen middels medailles. Bijvoorbeeld een excellente vermelding in de Finalis Nationaal, ook een excellente vermelding in Italië tijdens de Vinitalia 2002 en ze hebben ook een gouden medaille gewonnen op de Challenge International Duvin in het eind van de vorige eeuw. En nog steeds, ieder jaar, krijgen de wijnen van Labaume verschillende erkenningen uit verschillende gebieden. Ik ben wel heel benieuwd wat u van deze wijn vindt. Hij is natuurlijk te vinden op wijnisol.eu. Daar kunt u de informatie over de wijn nog eens rustig nalezen. Daar kunt u ook uw eigen proefervaring achterlaten bij de wijn. Daarmee kunt u andere bezoekers enthousiasmeren, informeren over uw ervaring. Want ik kan wel zeggen dat die lekker is, maar het is belangrijker dat u dat vindt. Ook als u hem niet lekker vindt, wat natuurlijk kan, dan hoor ik dat graag. Dank u wel voor de aandacht. Tot ziens. Dag.